schenken wir alle Vergnügen. Op 7 juli 1978 heeft het nomadencomité in Zuilen 30 woningen gekraakt die al lang leeg stonden. Met die actie wilden ze de woningnood van buitenlanders laten zien aan de Utrechtse bevolking en aan bureau huisvesting van de gemeente Utrecht. Bovendien werd hiermee op korte termijn een oplossing gevonden voor het woonprobleem van 30 Turkse gezinnen. ...50% van de bewoners van Lombok is buitenlander. In geen enkele andere wijk in Utrecht is dat percentage zo hoog. Hoe komt dat? Er is een schrijnend tekort aan goede en betaalbare woningen in de stad. En voor buitenlanders bestaan er hoge drempels om ingeschreven te worden als woningzoekende. Daarom zijn ze aangewezen op huisjesmelkers die voor weinig woonruimte veel geld vragen. Als ook zo'n slechte oplossing niet mogelijk is, blijft alleen het kopen van een huis over. Meestal verdienen ze weinig, buitenlanders. Zo'n koophuis mag dus niet te duur zijn. In Lombok staan oude huizen die zijn afgeschreven. Ze zijn terugverdiend. Verhuren levert niet meer zoveel op omdat er veel onderhoud moet worden gepleegd. In de afgelopen jaren zijn er veel woningen door verhuurders verkocht. Speculatie met woonruimte is enorm. Als een buitenlander een huis koopt, kan hij vaak de hypotheek niet alleen opbrengen. Hij verhuurt dan kamers aan landgenoten om zijn inkomen te vergroten. Zo wordt hij zelf een huisjesmelker.